ATV brengt u een serie in verband met 159 jaar Kitty Kotti op 1 juli aanstaande. Vandaag ziet u de leerlingen van de vierde klas van de Graaf van Zinzendorf School die een bezoek brachten aan een onderzoeksexpositie van het Nationaal Archief Suriname. De onderzoeksexpositie is een onderdeel van de activiteiten van het Nationaal Comité Slavernij Verleden. Dit comité heeft naast de Graaf van Zinzendorf School ook samenwerkingen met de Verwijn en de Rietveld School. Volgens Johan Rozer, voorzitter van het comité, is het doel van de expositie om de leerlingen kennis te laten maken met de slavenregisters en het belang van genealogisch onderzoek. En vertrekpunt is de slavernij, de slavenregisters, de manumissiebrieven en andere documenten die samenhangen met onder andere afschaffing van de slavernij. En we dachten dat het een goede gelegenheid was, of is, om studenten, leerlingen van de scholen te brengen naar het archief. Zodat ze kennis kunnen nemen van wat het allemaal betekent om een nationaal archief te hebben. Wat de werkzaamheden zijn die in een archief worden verricht. En dat zij zelf ook hebben zullen participeren door hun naam op te geven. En dan wordt gezocht naar de registers waar eventueel hun naam voorkomen. En onder begeleiding kunnen ze dan ook andere informatie zien over hun eigen familie. Middels presentaties over zo'n genealogisch onderzoek wil het comité aan de kinderen laten zien hoe belangrijk het is om historische informatie te bewaren, zegt Rozer. Geef hier verder aan waarom gekozen is voor scholen die verbonden zijn aan de Evangelische Broedergemeente Suriname, de EBGS. Omdat u dit ook in verband moet zien met de bijdrage die het archief van de EBG levert aan het Nationaal Archief. Het archief van de EBG heeft ook ontzettend veel documenten over het leven op de plantages. Die zijn vastgelegd in dagboeken. En er is ook een samenwerking met het Nationaal Archief. Dus vandaar de scholen en het is een try-out. En volgend jaar zullen we dus veel breder gaan. Nu weten we wat we moeten doen. Nu weten we hoe de mensen reageren. Dus zullen we in het kader van 160 jaar afschaffingsslavernij dat breder trekken. En ook andere aspecten van de samenleving erbij proberen te betrekken. De onderzoeksexpositie moet de kinderen leren dat kennis van het verleden belangrijk is om je toekomst te bepalen. Het kan de kinderen ook prikkelen om op stamboomonderzoek uit te gaan.